Dus van 's middags van 1 uur tot 3 uur, dan zijn er verschillende activiteiten. Er is Stichting Stolpersteiner is aanwezig met een steentje, die komt de Leubica in, informatie voorzien. Er zijn een aantal voertuigen van Kiep en Rolling, die moeten worden oversteeld. Daar kun je teleur mee lopen, daar staat de eigenaar die daar informatie ook vertelt. Mineo, Mark Voortman, die verzamelt allerlei attributen hoe de Tweede Wereldoorlog origineel speelt. Dan heeft onder andere ook nog de legeruniforms van de Canadezen, precies die delegatie wat hier Riesen bevrijd heeft. Ja, klopt. Dus dan ga je een soort mini-museum opbouwen. Nog een Harley Davidson van 1942 beschikbare stilt om ook in dat museumpje neer te zetten. Dus dat is allemaal best wel bijzonder. Nou ja, daar kun je de leur dus mooi rondlopen en een beetje omkijken en vooral zich laten bekijken over oude verzamelaars en de liefhebbers daarvan. En dan is het om 3 uur de boekpresentatie daadwerkelijk in de grote zalen van het park. En daarin beginnen we eigenlijk meteen met... Ja, het is weer een prachtige samenwerking van lokale partijen en stichting. Je begint met een film van Riesen en Kiekert. Daar heb ik samen met een stadsgids opgenomen hier in Riesen. Dat heb ik zelf opgenomen, maar ik kan filmen. Daarin ook de stadsgids zijn op baan trouwens. Vertelt ook in plat, ook in Riesen, op bepaalde strategische plekken in Riesen hoe old beeldmateriaal van is en hoe wat ouder te vertellen is. Niet alles, maar in ieder geval, je hebt een film van gemaakt van, zeg maar, een kwartier in de grote zalen op grote scherm. Dus dat is het eerste kwartier wat daarmee wordt gevuld. Vervolgens gaat Geert Douwer, wordt de muziek gemaakt trouwens, want ik ben in november, het was oktober, vorig jaar, bij een concert van Wilmina West. En toen speelden ze samen met het Koper Ensemble, Koper Quintet, Vive Brass. En dat is een heel enthousiaste groep professionele muzikanten. En die speelt op dat concert het thema van de Schindler's List. En daar raak ik me echt heel diep. En ik denk, ik moet die gasten met de BM. Dus ik heb een vraag van sowieso. Heb jullie tijd? Nou ja, dat ben je beroepsmuzikant. Heel veel speelt ook in militaire orkesten. En die normaal gesproken op zaterdag repeteert. Dus ze hebt daarvoor een snippet. En ze komt dan hier blazen volgende week zaterdag. En naast... Schindler's List, ook nog 2 andere nummers. Rake muziek, daar kun je wel binnen. Live muziek kun je toch altijd wel binnen, maar goed. Ja, goed, je is zelf ook muzikant dus. Ja, zeker. Ja. Nou ja, daarna geeft de aandacht naar het boek. Ga ik zelf weer een stuk uit dat boek lezen en de officiële boek presenteren. Ik heb volgens mij dan een sheet waar ik de hoofdpersonen ga introduceren. En dan heb ik een eigen gemaakte filmpje of een soort vlog van... ongeveer 10 minuten, ook een klein kwartier, waarin ik uitleg hoe het boek tot stand is gekomen. Aangevuld met beelden, ook beelden van toen ik daar in Duitsland was. Ja, en dan zo onderhand, dan zit die presentatie erop. Ja. En daarna dan gewoon misschien dan de hal in. En dan zit daar bij Telfke 1, staat daar 2 muggen van mij die daar die beuken verkoopt. Prijs? €17,50. Oh, dat is dan een heel knap prijs. Een toegankelijke prijs. Ja. Voor een hardcover, ja. Ja. Absoluut. Ja, het is een mooi hardcover. Ja. En de volgende keer maak ik het lettertype iets groter, daar word ik weer iets dikker van. Maar ja, goed. Heb je ook iets meer papier nodig, hè? Toch? Ja. Dat is... Nou, ik heb er even, ik heb die de haan gehad. Elke zin, het is een mooi boek. Ik, het is een boek van mij waar ik daar heel tevreden over was. Nou, daar gaat het toch van. Dus ik hoop dat de leur heel nieuwsgierig hebt gemaakt. Dat ze in grote getalen opkomt volgende week zaterdagmiddag. Ja. En dan hopen we jou heel veel succes hebt met dat boek. Wie huurt geen en nooit iets hoe te gaan is. Ja. Normaal is het altijd zo dat een oegeer altijd met een auteur en geeft. Maar dat is zo, ja. Ja, en hoe los je dat op nou in ieder geval om deze zelf oegeer? Ja, afgelopen weekend naar de McDonald's geweest. Wat vind je? Ik denk, nou is het een keer gek, joh. Ja. Nou, is het bevallen? Ja, gun ik ervan. Maar hoe dacht hij trouwens? Ja, nou... Van de volgende gast, inmiddels zit dat weer aan de andere kant. Oké, okay, nou, ik heb nog een heel korte anekdote. Want ik heb natuurlijk alles zelf uitgegeven en alles bekostigd en weet ik wat. En als ik die eerste druk verkoop, nou, een beetje uit de kussen, zeg maar. Dus daar was dan weer een mooie uit de hand gelopen hobby. Maar goed, ik woon natuurlijk voor die stichting Stolpersteiner. En wil ik ook nog eigenlijk een donatie beschikbaar stelt. Maar ja, ik was natuurlijk de zet. Nee, denk, hoe ga ik dat nou door? Dus ik heb afgelopen eerst een paasdag, de paasgedachte. Ik denk, weet je wat ik doe? Ik doe een oproep op Facebook en crowdfunding. Ik zeg, want ik ben komende vrijdag ben ik jarig. Als ik voor mijn verjaardag 500 euro bij elkaar heb, voor Stolpersteiner, dan doe ik mijn bord eraf.
Nou, dat duurde maar 6 uurtjes. Toen had ik het daar bij elkaar. Nou. Dus dat is groot nieuws. Ook voor de stichting stoppen zijn natuurlijk. Mooi. En, maar betekent dat als je dan aankomt zaterdag met een glad gezicht dat op die presentatie zit? Ja, dan is de wekker erop. Dus dan, kan er net niet. Iets meer duren. Ja, dat is wel lastig. Ja. Zo'n blot kort gezicht heeft. Jongen, jongen. Ja. Nee, maar goed. Ja, ik zie nog net een beetje aan een bar uit. Een mooie bar ook nog. Doe het een bar door. Kijk ook niet een beetje onherkenbare oude straten mee. Ja, dat klopt. Dat klopt. Kun je incognito. Ja, ik hoop het. Ik zie echt goed naar die presentatie. Dat liep niet geweldig mooi. Dus ja. Met zorg samen de stilte. En nou ja, wie zet meemaken? Ja, zeker weten. En iedereen is welkom. Dus ja, geweldig. Nou, hartstikke mooi. Heel veel succes, Gerbert. En dan zeg ik, vier uur het geen en nooit het ziet, waar daar nog wat te gaan is. Mooi, dank u. Dank u.